Kunnen we de bout hachelen? Dit is een anti-oudere kabinet. Wat een gedrocht van een regeerakkoord. Dit is geen kabinet voor gewone Nederlanders, het is een kabinet voor de rijken. Dit zijn politieke keuzes die niet de mijne zijn. Heel slecht regeerakkoord. We hebben de afgelopen jaren een crisis gehad waar mensen meer. Ik dacht dat de crisis voorbij was en dat de mensen nu echt zouden kunnen profiteren. Als ik naar de koopkrachtplaatjes kijk, dan zie ik dat de hoogste inkomens echt meer op vooruit gaan dan de laagste inkomens. En dit kabinet gaat dan ook nog eens een keer ons hele fantastische pensioenstelsel op de schop nemen, schamen moesten ze zich. BTW verhogen betekent gewoon dat de kapper duurder wordt, dat de boodschappen duurder worden, dat de fietsenmaker duurder wordt. Het eigen risico gaat ook niet omlaag. Nee, dat is voor heel veel mensen is dat een ramp. Kunnen we zeggen, het gaat niet verder omhoog met €385 met premies die de komende jaren zelfs nog omhoog gaan, is nu al voor meer dan 1 miljoen mensen niet op te brengen. Het is absoluut niet het groenste kabinet ooit. Ze hebben mooie woorden, maar de daden blijven uit. Er zitten geen concrete maatregelen in het regeerakkoord. Het is allemaal vrijblijvend en allemaal in de toekomst, 2030. Dus regeren is vooruitschuiven volgens deze partijen. De islamisering, we raken ons land kwijt. Ja, dat wordt niet eens genoemd in het regeerakkoord. Dit kabinet hoort er geen dag te zitten.